Regge Fijbe, supporter van Excelsior 31 TV. We staan hier na de wedstrijd met Adi Draganovic. Wat vond je van deze wedstrijd? Ja, voetbalde heerlijk, net als tegen Vrome op zijn boys, eerst 35 minuten. En nu eigenlijk de eerste drie kwartier. Alleen dan blijft het nog steeds 0-0. En dan denk je van, het zal je er niet weer overkomen. Maar de tweede helft zit die lijn goed door en ik denk dat je verdient 4-0 wint. En de score had nog veel hoger uit kunnen lopen wat mij betreft. Dat is de 60ste minuut. Dan gebeurt wel eigenlijk iets bijzonders. Ja, ik was al een paar keer opgekomen en de eerste helft een kans gehad. En die bal valt een beetje dood bij die cirkel. En ik zie de keeper op de 16 staan. Ik denk, ja, doe eens gek. Schiet gewoon een keer, dat kan mij uitschelen. En ik dacht eerst zelf dat hij hem nog overtikte, omdat ik me omdraaide en al mezelf aan het vervloeken was. Maar het teamgenoot begon te juichen en ik heb mezelf niet erin zien gaan, dus ik zal hem even terug moeten kijken. Nou, het was een prachtig doelpunt. Een paar minuten later is het weer bijna raak. Vertel. Ja, ik speel Niki en ik loop weer door. En hij schiet hem door die tegenstanders voet heen en ik wil het iets te mooi afmaken achter mijn standbeen. Terwijl ik hem eigenlijk misschien ook binnenkantje voet had in kunnen schieten, maar goed, dat zit een beetje in mijn spel, denk ik. Ja, je zegt, je komt heel vaak mee op. Is dat ook echt jouw speelwijze? Is dat ook de opdracht die je meekrijgt? Ja, de trainer heeft ook aangegeven na een kwartier ongeveer dat een buitenspeler heel veel naar binnen gaat. Dan om de eerste helft Gerritsen, tweede helft Gerald gewoon lekker wegtrekken waardoor ik kan komen. En die buitenspeler die zei op een gegeven moment na 65 minuten van joh, ga maar niet meer op, want hij was helemaal kapot. Dus ja, dan, als je dat in je achterhoofd weet, dan ga je nog vaker. Maar ja, dat ligt me op zich wel en dan ben ik wel mijn sterkst, denk ik. Wat was het verschil vandaag tussen de eerste helft en de tweede helft? Ja, de tweede helft ben je iets secuurder in de kansen. Ik denk ook wel dat het een beetje te maken heeft met dat zij slordig worden en gewoon echt moe zijn. Want je zag ook eind eerste helft dat ze gewoon echt moe waren en echt niet meer wisten wat ze moesten doen. Maar ik denk ook wel een compliment naar het team dat we gewoon echt rustig zijn gebleven en elkaar de ballen gegund hebben. En het gewoon heel mooi afgemaakt hebben. En het boekt wel weer vertrouwen na afgelopen zaterdag. Ja, Roda Raalte die wint vanavond van Vrome Zoopse Boys met 6-1. Jullie moeten zaterdag tegen Roda. Wat is Roda voor een ploeg? Ja, ik ken Roda wel, voetballen wat vrienden van mij. Maar dat is een beetje zoals wij. Snelle buitenspelers, snelle backs, aanvallende voetballers allemaal. Dus ik denk wel dat het een mooie pot wordt. En we moeten winnen, want als Vrome Zoopse Boys wint van Concordia, dan sta je misschien nog met lege handen. Dus we weten wat we doen moeten in ieder geval nu. Dankjewel voor dit interview. Heel veel succes zaterdag. Dankjewel. Regge Fijbe, supporter van Excelsior 31 TV.